Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 29 september. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Laat ik beginnen met heel goed nieuws. Ik had in de vorige weekvlog verteld dat er bij de controle van Lente een ruisje op haar hartje was gevonden en dat ze daarvoor even naar het ziekenhuis moest. Ik had gisteren de vlog al afgesloten. Toen kreeg ik het bericht dat Lente vandaag al naar het ziekenhuis kon. Dat was echt super snel. En toen kreeg ik vanochtend het bericht dat Lente kerngezond is. Dus dat er niks met haar aan de hand is. En ja, dat het allemaal gewoon helemaal goed is. Dus dat was natuurlijk heel fijn nieuws om te horen. Daar was ik heel blij mee. Dus dat is super. Dus ja, dat was eigenlijk het goede nieuws. Ik heb gisteravond handhavers en overtreders gekeken. Was wel mooi. Vier handen op één buik. Was ook wel een mooie uitzending. En toen ben ik eigenlijk aan de gang gegaan met het inplannen van de extra video. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb foto's bewerkt en zelfs nog een extra artikel geschreven. De foto's, ik moet er geloof ik nog een paar. Nou, eentje moet nog helemaal bewerkt worden. En dan is het eigenlijk alleen nog even de beelden van de ogen. Want het gaat over een mascara review. Maar eigenlijk heel erg goed kunnen doorwerken. En meer afgekregen dan ik in eerste instantie had verwacht. Dus dat was heel fijn. Ik heb Rita gekeken. En daarna heb ik Connie en Clyde gekeken. Dus eigenlijk was het gewoon een prima avond. Heel basic, maar ook helemaal prima. Ik zag wel gisteren op RTL alweer dat er heel veel mooie programma's aankomen. Binnenkort komt het perfecte plaatje weer, wat ik zelf altijd heel leuk vind. Je krijgt weer een nieuw seizoen van Bureau. Ja, ik weet even niet meer de naam. Maar dat is dus Ewout Genemans loopt dan mee met de politie. En het wordt nu geloof ik het derde seizoen. En dan loopt hij mee in verschillende districten. Maar ik weet dus de naam van het district niet meer waar hij nou gaat meelopen. Maar dat begint ook... volgens mij over 2 weken of zo alweer. Dus er komen zoveel mooie programma's aan. En af en toe denk ik wel eens, oh, hoe moet ik alles gaan volgen? Omdat ik het allemaal zo mooi vind. En ik heb de tijd wel, maar ik kijk overdag nooit televisie. Dus nou ja, weet je, je kan gewoon dingen opnemen. Dus volgens mij kan ik dat Bureau terugkijken via Videoland. Want er komt straks ook gehaald weer een tijd dat heel veel programma's weer afgelopen zijn. Dan heb je mooi nog dingen om te kijken. Helemaal natuurlijk is dat zo, omdat je eigenlijk weer in het nieuwe tv-seizoen belandt. En eigenlijk, normaal gesproken in de zomer is het allemaal best wel karig. Nou, ik moet zeggen dat het nu van de zomer hartstikke leuk was, doordat ze dat B&B hebben uitgezonden. Maar ja, af en toe denk ik van, oh, ik vind gewoon te veel mooi misschien om te kijken. Ik weet niet of het herkenbaar is voor mensen, maar ja, dat idee heb ik wel. Ik ga zo de gang doen en de douche. Als er nog tijd over is, ga ik nog even bullet journalen. Maar ik moet maar even kijken. De kattenbakken zijn natuurlijk al klaar. Dus ik ga wel even zien wat ik over heb aan tijd. Ik ga even een was erin doen en even de boodschappen, de overige boodschappen naar boven brengen. Dus nou ja, dat ga ik eerst eventjes doen en dan ga ik hier lekker even aan de gang. Dus ik ga jullie wel meenemen en ik ga wel even zien waar ik jullie het beste bij kan zetten. Dus tijd om wat te gaan doen. Thank you.
Zo, ik heb de nieuwe bakjes van de katten gevuld die ik bij de Action had gehaald. Dus die hebben ze nu lekker om uit te eten. Ga ik die andere afwassen, die kunnen dan weer even terug. En dan kan ik ze de volgende keer zo weer afwisselen. Dus dat is echt wel ideaal. Deze heeft honger, die krijgt zo eten, maar het is nog niet helemaal tijd. Nou, het is wel echt herfst nu. Kijk die regen. Ja, ik vind het heel gezellig, maar ik zit nu natuurlijk ook lekker in huis. Dus dan is het ook gewoon heel erg lekker. Maar het regent wel echt goed flink. Het heeft straks zelfs een beetje gehageld volgens mij. Katten hebben nu net gegeten. Even de deur dicht trekken. Ja, het wordt hier al goed donker, zoals je kan zien. Ik heb alles gedaan. De gang schoon. De douche is dan schoon. Ik heb even één doedeltje afgemaakt. Want die moest nog even. Die was dus nu mooi klaar. Dus ik dacht, nou, dikke prima. Toen heb ik de waterkoker even ontkalkt, want er zat heel veel kalk in. Dus die staat nu af te koelen, die moet je dan leeggieten. Ik geloof daarna nog even goed omspoelen. Ik heb het gewoon met Naturazijn gedaan. Schijnt heel goed te werken, maar ik heb heel veel kalk in het water. Eventjes achter het fornuis even schoongemaakt. En toen was ik het ook wel zat. Toen moesten hun eten, even de programma's opgenomen die ik op wilde nemen vanavond. Dus... nou, dikke prima. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond heb je Chantal's Beauty Camper, dat ga ik kijken. Steenrijkstraat Arm. Ik heb Hudson en Rex dan weer opgenomen. En dit is het laatste twee afleveringen van seizoen 2. En het leuke is, ze gaan volgende week gelijk door met seizoen 3. Daar ben ik wel heel erg blij mee, want ik wist dat er een seizoen 3 was. Maar ja, ik wist niet of ze die gingen uitzenden. Die gaan ze dan ook uitzenden. Die komt dan alleen een uurtje later. Die begint om 9:30. En het is dus op de zender Fox. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Verder moet ik mijn artikel schrijven en even de vlog inplannen. Er moet nog even een thumbnailtje voor gemaakt worden. En wat ga ik verder doen? Rita kijken. En dan heb ik vanavond dus Hudson en Rex. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Maar superleuk dat ze in ieder geval doorgaan. Straks even douchen, lekker eten en dan lekker de bank op. Gezellig met het herfstregenachtige weertje. Ja, ik word er wel heel vrolijk van. Hebben jullie dat ook? Vinden jullie dit weer ook lekker? Of hebben jullie toch echt liever mooi zonnig weer? Ja, dat is voor iedereen heel verschillend, maar ik word hier wel blij van. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu even lekker relaxen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 30 september. Ik ben klaargemaakt. Vandaag is Frank jarig. Ik heb dinsdag even een kaartje voor hem op de bus gedaan. En eigenlijk weet de familie altijd dat kaartjes van mij te vroeg komen. En dan bewaren ze hem gewoon voor de dag, zeg maar, dat hij komt. Het was nu heel fijn dat ik dan dinsdag al de winkel in kon. Want anders was ik vandaag gegaan en dan was een kaartje niet echt zinvol meer geweest. Ik heb hem ook wel even een appje gestuurd hoor. Maar ja, kaartjes dan toch wel leuk. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb het koud. Ik heb de verwarming nu op 20 staan. Gistermiddag heb ik hem aangezet en ik had het zo koud. En gisteravond ook, ik ben onder een kleed gekropen. Ik ben op een gegeven moment in mijn bed, had ik het ook zo koud. Ik weet niet hoeveel graden het is, maar het is best wel koud. Ik heb gisteravond televisie gekeken. Ik zit ondertussen even te kijken. Oh, het is 14 graden. Ja, het is ook niet zo gek dat ik het koud heb. Ik heb allereerst even Chantal's Beauty Camper gekeken. Dat was ook wel een hele mooie uitzending. Daarna Steenrijkstraat Arm. Die vond ik heel heftig. Was echt heel erg mooi. Maar ik vond hem best wel aangrijpend. Dus ja, dat was wel eventjes even slikken. Ik heb mijn artikel geschreven. De thumbnail gemaakt. De vlog staat online. Ik heb zelfs nog wat foto's bewerkt alweer voor een extra artikel. Dus wat dat betreft lekker bezig geweest. Toen had ik Rita en daarna Hudson en Rex. Hele mooie uitzending ook. Dus wat dat betreft een prima avond. Ik las nu dat Adem in, Adem uit. Dat is een nieuwe serie op Net 5 op Videoland verschijnt vanaf elke woensdag. Dus die hoef ik niet meer op te nemen. Die kan ik lekker op Videoland kijken. Heb ik ook dat gezeik van de reclame niet. Dus dikke prima. Maar goed, ik had alweer eventjes een probleempje. Ik heb natuurlijk die tv-beugel gekocht. Dat heb je in de vorige weekvlog kunnen zien. En dan wil ik dat ook gewoon snel ophangen. Weet je, zo ben ik. Dan koop ik iets en dan wil ik dat gewoon snel ophangen. Dus ik was al een beetje aan het kijken geweest. En nu schijnt dus dat je voor de bouten die in de muur gaan een ratel nodig hebt. Ja, dat heb ik geloof ik niet. Ik geloof niet dat ik een ratel heb en volgens mij ook geen ringsleutel. Dus ik moet echt eventjes kijken in mijn gereedschap of ik iets heb wat ik wel kan gebruiken. Anders kan ik hem niet zelf ophangen.
dan om mijn vader daarbij helpen. Want ja, die heeft al het gereedschap wel en ik niet. Ja, ik heb, weet je, stroom aansluiten gaat prima. Een lampje ophangen of gewoon een schroef met een plug, dat gaat allemaal prima. Maar kom niet met rabels en zo, dat heb ik allemaal niet. Ik heb best wel wat gereedschap, maar het is niet volledig als wat, ja, de gemiddelde mens misschien heeft. Dus ik moet even kijken of ik dat heb. En anders wordt hem dat sowieso niet. Ik ga zo wel de woonkamer doen. Ik ga zo eerst even naar boven naar de gereedschap. En ik ga eventjes de stoeltjes opruimen en het tafeltje van het balkon. Want het is nu toch geen tijd meer dat je erbij gaat zitten. Dus dat moet allemaal gewoon weer terug naar de zolder. En dat moet even schoongemaakt worden. Ga ik jullie daar even bij zetten. Dan ga ik eventjes hier het huis rond. Dan ga ik even kijken, want er is geen nieuwe Doodle Challenge online gekomen. Die persoon die had wat persoonlijke dingen waardoor het deze maand niet is gelukt, die het altijd maakt. Dus die heeft het oude online gezet, maar ik weet niet of ik daar al aan heb meegedaan. Anders zit deze maand een keer geen doodles, dat is ook niet erg. Dan kan ik mooi mijn mus even bijwerken. Dus ik ga het nu eerst eventjes naar boven om te kijken of ik iets van gereedschap heb waardoor ik dat ding toch kan ophangen. Want ja, dat wil ik dan toch even weten. Dan ga ik eventjes buiten die boel opruimen en dan ga ik hier het huis eventjes rond. Dus tijd om wat te gaan doen. Als jullie zien zijn de stoeltjes weg, de tafeltjes weg, geeft gelijk een ander inzicht. Als het weer wat droger is en er is wat minder in de blad, ga ik het allemaal even vegen en hier heel goed schrobben. Maar voor nu is het fijn dat dit alweer boven staat. Zo, nu lekker alles klaar. De woonkamer is schoon. Ik heb de ventilator al naar boven gebracht vanuit de woonkamer, want die ga ik nu toch niet meer gebruiken, want het is gewoon te koud. Ik heb helaas niks om die schroeven de muur in te krijgen. Dus dat is wel een beetje jammer. Daar baal ik wel een beetje van. Ik had het zo graag willen doen. Maar ik heb het gewoon echt niet. Dus ja, ik moet even kijken. Misschien dat ik nog iets anders bedenk. Maar nee, ik heb niks. Het is een beetje een zootje geworden bij de gereedschap. Dus dat moet ik eigenlijk even een keer opruimen. Maar voor nu had ik het zo niet. Dus nee, dat is dan niet gelukt om gaten te boren. Maar wel, alles is lekker van zijn plek geweest. En alles is lekker schoon. Dus dat is wel fijn. Ik heb nu alleen een koude rilling. De Doodle Challenge die sla ik over, want die heb ik dus al gedaan. Dus ik heb nu gewoon even wat dingen voor de mus gedaan. Is niet erg, dan kan ik die de komende tijd mooi even bijwerken. Want daar loop ik zo in achter. Dat is dan mooi dat ik dat eventjes kan doen. Dus dat is allemaal wel lekker. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik douchen. Lekker warm. Verder ga ik dan eten, dan heb je goede tijden en je hebt vanavond de Meilandjes. Daarna heb je meester Frank Visser, maar die wordt nu vervangen door een andere collega. Ja, wat ik zo zag is het een hele jonge rechter nog. Dus ik denk dat het wel even vreemd zal zijn. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken, maar nou ja, goed, misschien is het ook wel leuk. Daar kan ik eigenlijk nog geen oordeel over vellen, maar het zal wel even vreemd worden. Dan ga ik even foto's bewerken. Misschien nog eventjes wat doen. Alvast aan de video moet ik even kijken. Want ik heb het bonnetje natuurlijk weer boven liggen. Ja, en verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik heb vanavond Rita en ook daarna weer Code 37. En dat zijn nu de ene laatste aflevering. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik heb jullie niet heel erg veel erbij gezet met vloggen. Maar ik heb geprobeerd het te laten zien dat ik het op het balkon aan het opruimen was. Toen wilde ik nog het een en ander laten zien. Maar ik zat een beetje met het licht te klieren. Dus dat is niet zo goed gelukt. Maar goed, ja, het is even wat het is. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 1 oktober. Ik kan er bijna niet bij mijn hoofd dat het zo snel gaat. Ik ben klaargemaakt.
Ik ga zo meteen lekker de slaapkamer doen. Even lekker mijn bed verschonen en alles. Daar heb ik wel zin in. Ik heb lekker mijn cozy truitje aan. Ik heb de verwarming nu sinds gisteren op 20 gezet. Ik zet hem eigenlijk de hele zomer heel laag. En dat wil ik dan altijd zo lang mogelijk volhouden. Want ik wil eigenlijk niet heel snel gaan stoken. Maar ja, midden september, toen ging het eigenlijk niet meer. Toen heb ik dan de verwarming voor het eerst aangezet. En nu heb ik hem dus op 20 gezet. En nu blijft het hier dus gewoon echt warm. Nu blijft hij aanstaan. En ik had hem eerst naar 15 gezet. Maar dan moet ik hem echt naar 22 zetten, wil hij aangaan. En nu werd ik wakker en toen was hij gewoon aan. Maar het betekent ook dat hij in de slaapkamer ook aanstond. En daar hou ik eigenlijk niet zo van. Maar als ik hem daar niet aanzet in de slaapkamer, dan ben ik net Olaf. Ik zing dan nog net niet let it go, let it go. Maar ik ben al zo koud. Ja, dat is niet te doen. Dus ik moet nog even over nadenken wat ik daarmee wil. Want eigenlijk vind ik het niet zo heel erg lekker om in een warme slaapkamer te komen. En dan, nee, dat benauwt me eigenlijk een beetje. Kijk, overdag is het lekker. Maar als je naar bed toe gaat, dan vind ik het helemaal niks. Maar goed, dat moet ik nog eventjes bedenken. Gisteravond heb ik Chateau Meiland gekeken. Ik heb helemaal in een scheur gelegen. Was weer hartstikke leuk. Dan had je Meester Frank Visser. Dat was dan even wennen, want ze hebben nu een nieuwe rechter toegevoegd. Meester Visser schijnt nog steeds heel druk te zijn. En ze hebben daar dus nu een nieuw iemand bij toegevoegd. Je zou denken, gaat die man ooit met pensioen? Hij is al dik in de 70. Ik weet nog wel de tijd dat hij de rijdende rechter was. Nou, dat is ook al zulke jaren dat hij dat niet meer doet. Maar goed, daar hebben ze dus nu een nieuwe rechter aan toegevoegd. En ik zag woensdagavond zag ik toevallig een stukje in shownieuws voorbij komen. Waarin ze dus een stukje lieten zien waarom die man is toegevoegd. En toen dacht ik, wat ben jij jong? Volgens mij, naar mijn gevoel, ja, was het gewoon nog een hele jonge man die bij wijze van net afgestudeerd was of zo? Maar goed, ik ging dus gisteren kijken en het was ook wel een beetje vreemd. Want ja, een heel ander gezicht. Maar op zich deed hij het hartstikke leuk. Dus ik stuur op een gegeven moment een foto in de groepsapp. Mijn moeder en Nathalie kijken dit overigens niet. Mijn moeder heeft het wel gezien, maar hun zitten helemaal in Expeditie Robinson. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Dus dat kijk ik niet. Dus ik vraag op een gegeven moment aan mijn moeder van, hoe oud zou jij deze man schatten? Dus mijn moeder zei 55, 56. Ik zeg, nee joh. Dus ik had het opgezocht. Hij bleek dus 45 te zijn. Maar in mijn hoofd, toen ik zat te kijken, was mijn leeftijd was een beetje bijgesteld naar 6,37. Toen was hij 45. En dat had ik niet verwacht. Want hij had gewoon nog een heel jong gezicht. En niet dat 45 oud is. Maar als je iemand dan een stuk jonger schat, denk je wel even van, oeh, dat is gek. Hij had wel gelijk een hele zware kluif. Want ik vond het een beetje een asociale zaak. Het waren twee buren. Die woonden eigenlijk, ja, in best wel kleine appartementjes. Die hadden een gezamenlijke tuin. Ze hadden zeg maar voor, achter hun huis hadden ze een paar tegels. De gele tegels die waren voor hunzelf. Daar mochten ze dus dingen opzetten. Een tafel, een stoel, nou wat je leuk vindt. En dan de niet gele tegels die waren voor het gezamenlijk gebruik. Maar dan hadden dus dat ene stel buren. Die had daar dus een zwembad van 3,5 meter doorsnee neergezet. En heel dicht op het stukje van die buurvrouw. Dus die was er helemaal niet blij mee. Die voelde zich helemaal begluurd. Die wilde dat allemaal niet. En ja, ze had heel erg last van harde muziek. En nou, ik vond het echt een beetje een ASO-stijl hoor, die buren. Want het was ook al gelijk een niet tegen mij, niet tegen mij. Toen ging die met z'n knokkel tegen een paal. Ik denk, nou, jij bent wel een opgewonden persoontje. Zo kwaad en weet ik veel wat allemaal. Uiteindelijk was de uitspraak ook dat ze een contactverbod hebben gekregen. Dat zwembad mocht tot 1 september blijven staan. Daarna mocht het ook niet meer geplaatst worden, want het mocht ook helemaal niet volgens de reglementen. Maar ja, daar hadden ze dus lak aan. Maar ik vond het een beetje een asociale zaak. Toen heb ik de foto's bewerkt. Dat is allemaal gelukt. Ik heb zelf nog extra foto's bewerkt. Toen heb ik Rita gekeken en toen wilde ik Code 37 kijken, maar mijn internet idee gisteravond was heel traag. Ik merkte het al bij Netflix. Het beeld was niet mooi, het was af en toe een beetje vaag. Ik kon wel de titels lezen, maar dan ging die weer naar vaag, dan weer wat scherper. Het internet was heel traag, ik merkte het ook al op de laptop, dat het allemaal niet zo lekker liep. En toen laadde Videoland die laadde niet in, dus het lag aan mijn internet dat die gewoon heel traag was. Dus ik kon Code 37 niet kijken. Toen heb ik Adem in, Adem uit gekeken. Dat was ook wel leuk. Ik vond het nu leuker. Het was nu de tweede aflevering die ik heb gezien. En ik kom er nu meer in als in de eerste aflevering. Dat vond ik heel erg wennen. Maar ik vond het nu wel weer heel erg leuk. En nu vielen me er ook dingen op die er dus vorige week niet opgevallen waren.
Goed, ik ga stofzuigen. Nu ga ik de boel pakken om de slaapkamer te doen. En ik ga jullie erbij zetten. Want even lekker mijn bedje schoonen, zo, daar heb ik wel zin in. En ja, even lekker wat doen. Klaar. Ik zoog alleen mijn sokken op, dus ik moet zo even schone pakken, want die zat helemaal onder het stof. Ik heb hem er al wel uitgehaald, maar gelijk in de wasmand gedaan. De handdoeken die draaien nog, maar het is wel lekker dat alles nu weer echt helemaal schoon en fris is. Ja, altijd een lekker gevoel. Lekker schoon bedje, dus daar kan ik heerlijk van genieten. Ik moet vanavond ook een nieuw boek beginnen, dus nou, ik zeg dat is helemaal top. Ik heb mijn winkelwagenmuntjes uit mijn tas gevist, die moeten weer eventjes aan mijn sleutelbos. Die dingen ben ik elke keer kwijt. Het is ook echt heel erg wennen dat je nu weer winkelmuntjes moet gebruiken. Bij de ene supermarkt wel, bij de andere niet. Het is echt heel divers. Maar ja, je hebt ze toch nodig. Dus ik heb ze maar weer even opgevist. Want ik ben die dingen altijd kwijt. Zegeltjes opgeplakt. Dus nou, op zich wel goed. Zo even lekker relaxen. Dan straks douchen en eten. Vanavond weer Flikker Rotterdam. Wel zin in. Ik denk dat ik even Rotterdam mee door ga kijken daarna. Want er is verder eigenlijk niks wat ik leuk vind. Dus dat kan ik mooi wel even kijken. Ik moet de video in elkaar zetten. Ik moet mijn artikel nog schrijven. Dus dat. Verder ga ik Rita kijken. Ja, en ik hoop vanavond wel code 37. Maar dat ligt even eraan of, het internet nu wel lekker doorloopt. Ik kon mijn spelletjes laden nu wel weer beter. Dus ik heb het idee dat het wel weer goed gaat. En ik ga sowieso nog even switchen. Dus dat wordt verder ook de avond niet heel bijzonder. Straks even de was in de droger als die klaar is. En dan zijn de handdoeken ook weer schoon. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Nog even relaxen. Want ja, ik voel hem altijd wel eventjes nadat ik heb schoongemaakt. Maar goed, het is weer lekker klaar. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 2 oktober. Ik ben klaargemaakt. En nou, ik wil zometeen eventjes als ik stof gezogen heb. En de kattenbakken heb geschept, wil ik even de was opvouwen. Want ik heb een hele wasmand vol. Het moet allemaal netjes de kast in. Ik wil boven even wat opruimen en ik ga bullet journalen.
Dus dat is eigenlijk de planning niet heel spectaculair. Gisteravond heb ik lekker Flikker Rotterdam gekeken. Was wel een hele mooie uitzending. Maar ik vind altijd wel dat je heel goed je aandacht erbij moet houden. Dus het was af en toe een beetje lastig. Ja, volgens mij heb ik... Ik heb een hele vieze bril. Die ga ik eerst eventjes nog een keer poetsen. En dan kom ik bij jullie terug. Maar het was verder dus wel een hele mooie uitzending. Dan heb ik Rotterdam met Dolder gekeken. Dit was een aflevering die al een paar weken geleden is uitgezonden. Want ik heb het opgenomen. Ik ben later ingestart. Hierbij zat ook een man. En deze man die zat helemaal onder de tatoeages. Hij had in zijn gezicht heel veel. Zijn nek, zijn armen, zijn handen. Ik word er altijd een beetje bang van als ik zo iemand zie. Omdat je dan, je straalt toch iets uit alsof je echt een beetje een, ja, boef uiterlijk hebt. En van binnen was het blijkbaar een hele, hele lieve man. Maar goed, dat is natuurlijk het uiterlijk. Hij had een hele excentrieke kledingsmaak. En zijn vriendin die wilde dus heel graag dat hij wat netter gekleed ging. Want het past ook echt niet bij elkaar. En toen hadden ze dus, ze wilden dus één keer aan die vriendin laten zien hoe hij eruit zag zonder zijn tatoeages in zijn gezicht. Dus die hebben ze met make-up helemaal weggecoverd. Nou, zo mooi gedaan. En dan krijg je een heel ander gezicht komt er onder vandaan. Dan denk ik eigenlijk zonde dat ze iemand dat heeft gedaan. Maar goed, ja, hij was er heel blij mee, dus dat is het belangrijkste. Maar ja, dat vond ik wel heel interessant. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Het artikel is geschreven. Daarna had ik Rita en gelukkig deed Videoland het gisteren wel. Dus kon ik code 37 kijken. Dus dat was echt super leuk. Wel jammer, want ik heb nu vanavond echt de allerlaatste aflevering. Wat is er, Mickey? Dus dat eigenlijk. Ja, verder niet heel bijzonder. Het is weer lekker een beetje aan het regen. Ik had gisteravond wel iets heel goors. Ik zag... Ik zal even de foto erbij pakken, want ik had een fotootje gemaakt. Op mijn tuindoek in de achtertuin, op het balkon, zat deze hele vieze, vette naaktslak. Oh, ik werd er helemaal naar van. Ik zat echt zo te kijken. Ik denk, wat zit daar nou op? Er ging nog wat beter. Ik denk, oh, iemand is een naaktslak. Ik moet zeggen dat er sowieso heel veel slakken zijn momenteel. Heel veel slakken met huisjes ook. Die zitten heel veel in de kliko. Ik had laatst een keer, toen deed ik de schuur open, bevalt er echt zo'n slak met huis naar beneden, recht voor mijn voeten. Ik denk, nou, een paar meter verder en hij had me op mijn hoofd gelegen. Maar er zijn echt heel veel slakken op het moment. Echt super vies. Ik hou niet van slakken. Nee, ik vind dat helemaal niks. Vooral als ze dan ook nog eens geen huis hebben. Ugh. Als ik eraan denk, dan krijg ik helemaal kippenvel. Ik ga even stofzuigen en zo en dan neem ik jullie gewoon vandaag weer mee.
Zo, de katjes hebben hun eten op. Ik heb de was in de kast gelegd. Ik moet de kast wel weer eventjes netjes gaan maken. Maar ja, dan moet ik eventjes aan beginnen. Maar het ligt er in ieder geval weer in. Wel fijn, want nu is die volle was vandaag de slaapkamer weg. Nou, even lekker gebullet journaled. Ja, ik kan nu gewoon wat meer aandacht besteden aan mijn andere bullet journals, zoals mijn mus en de bullet journal die ik bijhoud van mijn blog en YouTube kanaal. Omdat ik nu natuurlijk deze maand geen doodles heb. Ik wil daar wel even een flinke slag in slaan. Maar het is wel fijn dat alles nu lekker weg is. Dus ja, verder niet veel bijzonders. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks even douchen en eten. Vanavond heb je Oh Wat Een Jaar, dat vind ik altijd wel leuk. Ik denk dat ik daarna even Hudson en Rex ga kijken, de laatste aflevering van seizoen 2, want dan ga ik woensdag weer door naar seizoen 3. Ja, verder wil ik alvast een begin maken met de vlog, eigenlijk zoals elke zaterdag. En ga ik Rita kijken en dus ook weer de laatste aflevering van Code 37. Ik vind het wel heel jammer dat het de allerlaatste is, maar goed, die dingen gebeuren nou eenmaal. Ja, ik ga Wilma ook gewoon morgen weer zien, want ik ga verder niet zo heel veel meer doen. Ik heb boven nog even het een en het ander een beetje opgeruimd. Dus, nou ja, dan moet ik binnenkort echt eventjes weer flink aan de slag, maar goed... Voor nu vond ik het wel even prima. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 3 oktober. Ik heb net Ajax aangezet. Die zijn begonnen. Maar ik heb een stream. Want het is helaas niet op de gratis zender van Fox. En ik heb geen volledig pakket van Fox. Maar ik heb echt een hot stream. Want hij kan dus niet op groot beeld. Dus kijk, dit is het resultaat. Ik zal een beetje inzoomen. Kijk, ik heb hem nu dus gewoon ingezoomd. Deze staat dus nu via de laptop, staat hij daar aan. En ik heb hem dus nu gestreamd via de Apple TV. Dat is echt wel ideaal dat dat weer kan. Want eerder moest ik dan altijd de laptop zeg maar aan de televisie gooien. En met deze Apple TV streamt hij gewoon. Maar het is wel een beetje wazig beeld. Dus het is niet echt fantastisch. Maar goed, weet je, het is gratis. Soms heb je geluk als het op televisie wordt uitgezonden. En soms heb je geen geluk. En ik heb geen geluk vandaag. We spelen tegen Utrecht, we spelen thuis, dus we hopen dat we gaan winnen natuurlijk. Gisteravond heb ik Oh Wat Een Jaar gekeken. Ja, was leuk, maar voor mij was het minder interessant, want het was 1981. Nou, daar weet ik helemaal niks van, dus dat is echt wel... Ja, dan later bij die vragenronde, dan weet ik wel wat dingen, maar over het algemeen weet ik er natuurlijk gewoon heel weinig van. Ik heb even Hudson en Rex gekeken, de laatste aflevering van seizoen 2... Was een hele mooie uitzending ook. De vlog is al af tot en met gisteren, dus dat is wel lekker. En toen ben ik Rita gaan kijken. En daar hadden ze een aflevering. Ze hadden hoofdluis. Ken je het gevoel dat iemand over hoofdluis praat en dat je gelijk de hele tijd zo gaat zitten? Oh, er gaat iemand op de laptop staan. Dat is niet de bedoeling, vriend. Dat doen we niet. Dus ik krijg dan gelijk jeuk als het over hoofdluis gaat. Ik krijg dan echt overal jeuk om mijn hoofd, maar ook op mijn lichaam. Het was niet heel erg tof, maar ja, het is wat het is. Ik had in ieder geval best wel jeuk gekregen ervan. Daarna had ik Code 37, de laatste uitzending. Was wel een hele mooie uitzending, maar ik vind het wel heel jammer dat het nu ook echt afgelopen is. Ik kende die aflevering ook nog niet, dus voor mij was het wel extra leuk omdat ik het nog niet kende. En het was gewoon heel spannend. Vandaag weinig op de planning. Ik ga zo even stofzuigen, dat wel. Ik moet even gehaktballen draaien. Ik heb verder geen groenten om af te halen, want ik heb morgen spinazie. Er hoeft verder niks aan te gebeuren. En ik haal dinsdag weer verse groenten. Maar ik ben steeds zo in de war. Ik dacht dus de hele tijd dat het dinsdag dierendag was. Maar dat is dus morgen al. Morgen is het al 4 oktober. Dan ga ik dinsdag wel even wat ophalen voor hun nog bij de welkoop. Dat had ik gewonnen. Maar ik heb hier gewoon nog snoepjes. Dus ze krijgen morgen uiteraard gewoon wat lekkers. Maar nou ja. Ik zat er met mijn hoofd niet helemaal lekker bij. En ik ga even foto's maken. Dus ik zal je straks wel even laten zien waar ik nog foto's van ga maken. Maar verder wordt het weinig. Dus ik ga zo gewoon eventjes stofzuigen. Dan ga ik even ijs kijken. En ik zal even de gehaktballen draaien. Dat is het dan ook wel. Dus ik zet jullie vandaag nergens bij. Maar ik laat straks even zien waar ik foto's van ga maken. Fotospulletjes. Ik heb hier een highlighter van Revolution. Dit is de Just My Type kleur. Dan heb ik hier twee lippenbalsems. De Lovely Lip Balms van Max & More.
Daar heb ik dus ook een donkerdere kleur van. Dan heb ik een collectie van Essence. En dit is de... Kijk hoor. Golden Care Morn. Er zit een pincetje in. Meshes zit erin. Ik heb hier een wenkbrauw scrub. Daar ben ik heel benieuwd naar. Hier heb ik een brow serum. Ik laat het even hier bij het raam zien, want ik heb daar heel slecht licht. Een wenkbrauwmasker zit daarin. Een Caring Eyebrow Fixing Gel, deze. En deze, dat is de Aftershave Brow Roller. Dus van deze producten ga ik nu even foto's maken. Maar hij heeft er een beetje moeite mee om het scherp te stellen. Zo, de foto's zijn klaar. De katten hebben ook net gegeten. Ik heb boven nog eventjes wat het een en ander opgeruimd toen ik de fotospullen ging pakken. Mijn humeur is zwaar gekelderd, want Ajax heeft verloren. 1-0 verloren, 0-1 verloren. Tegen Utrecht. Die hadden ze moeten hebben. Weet je, we gingen zo lekker en dan verlies je dit weer. Ja, is gewoon eventjes zwaar kloten. Maar ja, het is ook niet het grootste ramp van de wereld. Maar je baalt er gewoon van. Je wilt natuurlijk gewoon altijd winnen. Dus ik heb gelijk de stream uitgezet. Ik was er helemaal klaar mee. Ik heb mijn nagels nog meer naar de galamiezen geholpen. Want ik moest die lippenbalsems openmaken. Nou, wat een rotverpakking. Waarom moeten merken toch altijd voor van die rotverpakkingen kiezen? Weet je, dan zit er zo'n stuk plastic in. Dan denk ik van verschrikkelijk. Je krijgt het bijna niet open. Nou ja, je kunt gewoon zien die hele nagel. Ja, ik weet niet of die erop scherp stelt. Hij was al niet in een hele lekkere conditie. Maar die is nog wel weer even wat gekelderd. Dus even kijken wat ik daar straks aan kan gaan doen. Want ik wil vanavond wel mijn nagels lakken. Ik ga zo relaxen. Ga ik straks eten. En vanavond kijk ik Wie van de Drie en Miljoenenjacht. Ik ga even foto's bewerken voor een artikel. Ik ga kijken naar Rita en daarna heb ik weer Connie en Clyde. En mijn batterij is nu bijna leeg. Dus ik ga jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer zien. Ik ga straks wel een shawarma proeven van de Aldi. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want die heb ik nog nooit gegeten. Maar goed, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 4 oktober. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag Dierendag. Ik vind zelf de term dierendag altijd een klein beetje overschat. Omdat ik zelf van mening ben. Ik heb echt een kriebel in mijn neus. Dat als je een dier hebt, dat het eigenlijk elke dag dierendag is. En niet dat je elke dag je dier moet volproppen met snoepjes en allerlei andere lekkere dingen. Maar je zorgt er in ieder geval voor, ik heb een los plukje, dat je dier elke dag genoeg eten en drinken heeft. En dat je elke dag goed bent voor je huisdier. Helaas is het de laatste tijd pijnlijk duidelijk geworden dat dat voor heel veel mensen niet geldt. In de lockdown met de corona hebben heel veel mensen een huisdier aangeschaft. Want ja, het is leuk. We hebben een dier, we hebben aanspraak. Maar ja, de lockdown die ging weer. En mensen deden massaal hun dier weer weg. Nou, dat zijn dingen, daar word ik zo kwaad over en verdrietig. Want ik denk, ja, als je een dier hebt, als jij kiest voor een dier, ik hoop dat het een hele bewuste keuze is, weet je wat de consequenties zijn? En je weet gewoon dat bepaalde dieren super oud kunnen worden, mits ze geen gezondheidsproblemen hebben. En dat mensen dan zo makkelijk zijn om te zeggen van, nou ja, goed, weet je, ik heb het nu niet meer nodig, dus ik doe hem weer lekker weg. Ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld op een gegeven moment zelf gewoon of gezondheidsproblemen krijgt. Of dat er echt gewoon een hele goede reden is dat je niet meer voor je dier kan zorgen. Ja, dat je misschien de keuze moet maken om dat het voor je dier beter is als je ergens anders zou wonen. Maar dat zijn denk ik wel de uitzonderlijke gevallen waar ik het dan ja, nog heel zielig voor vind. Maar als het voor het diertje beter is, dan denk ik, nou ja, goed, dat is dan ook oké. Maar goed, vaak doet het die mensen zelf ook heel veel pijn, omdat ze met heel hun hart een bewuste keuze hebben gemaakt. Ik heb een dier genomen. Laatst hoorde ik ook weer zo'n verhaal. Er was een katje gewoon met spullen en al. Die was gewoon ergens neergezet. Die is uiteindelijk wel opgevangen. Maar dan denk ik van, ik ga het netjes houden. Maar dan denk ik, potverdorie. Waarom doen mensen dit?
Dus dat zijn wel de dingen waardoor ik eigenlijk een beetje de hele term dierendag een beetje overschat vind. Maar goed, ze krijgen straks wat lekkers. Ik kan zeggen, dat durf ik gewoon uit te spreken, ik ben goed voor mijn dieren. Ze hebben elke dag schoon eten, schoon drinken. Hun bak wordt elke dag geschept. Ze krijgen knuffels. Maar goed, zoals vandaag krijgen ze dan een extra snoepje. Ze krijgen wel vaker een snoepje, maar het is niet dat ze elke dag snoep krijgen. Maar nu vind ik dat ze het extra krijgen omdat het dierendag is. Maar ik zou zelf ook gewoon niet weten wat ik zonder mijn dieren moet. Het is, weet je, als ik een dag weg ben geweest, dan heb ik vaak wel dat ik me heel eenzaam voel. Maar ja, goed, ik heb wel 3 hele lieve katten om me heen. En het is elke avond knuffelen. En als ik dan een dag ben weg geweest, dan willen ze nog meer knuffelen, want ze hebben me gemist. Dus dan is het nog meer aandacht. Maar ja, het is gewoon heerlijk. En ik hoop gewoon dat als er mensen zijn die een dier willen nemen, dat ze met een bewuste keuze doen. En dat ze ook echt van plan zijn om voor dat dier te zorgen totdat het overlijdt. Of ja, dat hoop ik gewoon echt. Dat wilde ik nog even kwijt. Ik heb gisteravond mijn nagels gelakt. Ik heb rood gedaan. Het is nog steeds zo'n lakje uit de Maybelline of de Max Factor lijn. De Masterpiece Express Quick Dry. Hij droogt inderdaad heel erg snel. Hoe heet deze kleur? 310. She's ready. Nou, ik vind hem wel weer heel erg leuk. Ik heb gisteravond Miljoenenjacht gekeken. Dit vrouwtje ging niet zo heel erg lekker. Ze had op een gegeven moment zo'n mooi bedrag. Toen had ik zoiets van, nou stop maar. Hartstikke mooi bedrag. Maar ja, toen ging ik nog een rondje door. Toen wisten ze de hoge bedragen eruit. Ja, toen gingen ze natuurlijk wel echt snel kelderen. Maar goed, het was nog een hartstikke mooi bedrag hoor. Maar ja, ik heb wel zoiets van, ja, helaas, ik moest wel even heel erg lachen. Ja, het is heel gemeen. Maar je hebt dan ook iemand die krijgt, zeg maar, dat wordt geloot. Die krijgt een bel. En die mag dan bij de eerste 10 koffers, geloof ik, bellen. Dus op een gegeven moment ging dat belletje af bij koffer 10. En die man helemaal, ja, ik heb echt op dit nummer gewacht. Maar het bedrag wat in die koffer zit, dat win je dus. Ja, tot het maximum van 50.000, geloof ik. Stel je haalt 2,5 ton eruit, dan krijg je niet die 2,5 ton, maar dan is het ook die 50.000. Nou, die man die won 20 cent. Ja, super flauw, maar ik moest zo lachen. Ja, ik schoot er wel echt even in de lach. Maar die man die moest er zelf ook om lachen. Daarna heb ik wie van de 3 gekeken. Dat was ook wel leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt. En toen heb ik Rita gekeken. En Connie en Clyde. Dus dat was eigenlijk een beetje de avond. Ik ga zo meteen hier de boel doen. Want ik heb nu de planning natuurlijk omgegooid. Vandaag zijn de kattenbakken en de gang en de douche aan de beurt. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ik ga eventjes wat doen en dan zijn we straks ook weer een beetje op tijd klaar, hopelijk. Stripje maar eten, tijger. Oh, kijk. Muisje kipstripje. Mickey kipstrip. Ja, jij mag ook nog een kipstripje. Kijk. Dierendag. Mickey, nog een kipstrip. Pak maar.
En jij mag ook nog een kipstip. Dan krijgen jullie nog een stipje. Dan zijn jullie extra verwend. Kipstipje. Ja, jij nog een kipstripje en dan gaan we deze verdelen. Oh, wel even een grote kipstrip, hè? Niet een kleine kipstrip voor jou. Fijne dierendag, vriendjes. Een stukje? Moet je wel even bij de camera weg, hè? Ja, jij krijgt ook. Heb je je mond nu al leeg, tijger? Hé, hey, Mickey. Ja, want niet. Eerst Mickey. Mickey, hier. Meisje. Mickey, niet bokken. Zo, allemaal nog één klein stukje. Auw, je beet in mijn vinger. Nou is het gedaan met alle lekkers. Zo, hier is alles lekker klaar. Ik was op een gegeven moment zo vlot dat ik dacht, zou ik die video nog kunnen opnemen? Maar toen dacht ik, nee, is niet handig, want de wasmachine draait, hoor je dat geluid op de achtergrond. Dat is niet prettig, want die gaat best wel hard. Ik denk dat die zo klaar is, dan kan die was mooi de droger in. Dus ik heb toch maar besloten om dat niet te doen. En ja, dan kriebelt het zo, omdat het dus normaal altijd de planning is van de maandag. Maar goed, ik moet gewoon even wennen dat het nu anders is. Nou, hun hebben lekker gesmikkeld van hun lekkers voor dierendag. Was het lekker, Mickey? Lekker gegeten? Ja, je hebt ook net eten gehad. Dus dat is ook weer top. De douche is klaar. Nou ja, de gang helemaal. Dus wat dat betreft allemaal wel weer lekker. Toen heb ik even mijn lippenstikjes nog maar even recht gezet. Want het was 4 uur. Ik denk, ja, wat zal ik nou nog gaan doen? Nou ga ik die lipsticks nog wel even recht zetten. Dus die heb ik weer eventjes netjes recht opgezet. Ja, voor hoe lang het duurt, want ze vallen zo weer. Maar goed, dan heb ik ze in ieder geval weer eventjes netjes staan. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb spinazie met gehakt en ik heb rostirondjes erbij. Dus wel lekker. Ja, vanavond heb je weer gewoon goede tijd en daarna kopen zonder kijken. Dat ga ik wel even kijken. Klinkt deze zin raar. Zoveel keer kijken in één zin. Sowieso Chateau Meiland natuurlijk. Daar heb ik ook wel weer zin in. Ik ga mijn artikel schrijven. Verder weet ik nog niet echt wat ik moet doen. Want ik heb, ja, ik heb het meeste eigenlijk wel klaar. Ik heb bijna een... Ja, ook weer een artikel van morgen staat klaar. Dus wat dat betreft ben ik al wel lekker vooruit bezig geweest met werken. Ja, ik ga sowieso Rita kijken en Connie en Kleid. En dat wordt het ook verder wel. Ik heb ook nog niet gehoord hoe laat mijn coach er morgen is. Dus dat zal ik vast nog horen. Maar ik vond ze voor nu wel even prima. Ik heb nu een beetje zere benen. Dus ik ga even wat drinken. En dan ga ik eerst even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want we hebben eigenlijk alle leuke dingen al wel weer laten zien. De dieren die wat lekkers hebben gehad. Nou ja, ik denk dat ze weer heel gelukkig zijn. Het wordt vanavond gewoon weer knuffelen op de bank. Nou, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 5 oktober. Ik ben klaargemaakt. En we zijn weer online. Yay! Nou, ik denk dat iedereen meteen wel heeft meegekregen dat we gisteren natuurlijk storing hadden bij WhatsApp, Facebook, Instagram. Ik had het al vrij snel door. Ik probeerde een appje te sturen in de groepsapp. En dat appje, daar kwam een klokje achter te staan. En ik denk, raar. Dus ik had de wifi al even uitgezet. Ik denk, misschien ligt het aan mijn provider. Maar op mijn 4G deed die ook niks. Oké, nu kwam de wifi wel weer aan. En nou, even wat dingen gaan doen. Op een gegeven moment pak ik weer de telefoon erbij. Is het appje al verstuurd? Nee. Nou ja, dan ga ik toch even kijken op internet of er storing gemeld is. Want ik wil dan toch graag weten uit welke hoek het komt. Of het iets is wat bij mij ligt. Of dat het dus iets is waar meerdere mensen last van hebben. Toen zag ik al vrij snel dat meerdere mensen hier last van hadden. Ik dacht, nou, oké. Toen later kwam het ook op het nieuws dat er dus een hele grote storing was bij die drie bedrijven. Dat het een hele heftige storing was. Dat het echt nog wel even kon duren. Dus zelfs bij nu werd er op een gegeven moment een live blog geopend. En ik denk, nou, wat een gedoe.
Nou ja, het duurde de hele avond. En ja, ik denk, nou, wat... Het is saai, weet je wel. Ik ben altijd gewend om 's avonds wel eventjes gezellig in de groepsapp te appen. Maar ja, het was heel stil. Er ging geen telefoon af. Gelukkig hadden we wel televisie, dus ik heb wel kopen zonder kijken kunnen kijken. Ja, ook wel weer een lastige zaak hoor. Ook weer een stel wat net begint, een huis wil kopen en dan best wel veel eisen hebben. In een stad waar de prijzen best wel hoog liggen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Nou, daarna de Meilandjes, daar heb ik ook wel heel erg om moeten lachen weer. Nou ja, uiteindelijk hebben we ouderwets maar wat ge-sms'd. Want ja, wat moet je anders als je niks hebt? Toen ging de storing rond 11:50 werd het lichtelijk opgelost. Toen kwam er weer wat online. Je kon echt even twee tellen op WhatsApp en voilà, hij lag er weer uit. Toen geloof ik later was het allemaal wel weer opgelost. Maar dan merk je toch wel dat je eigenlijk hoe normaal het is dat je op die manier al communiceert met elkaar. En als het dan wegvalt dat je denkt van, saai. Maar ja, we zijn weer terug in de lucht. Ik heb verder eventjes mijn artikel geschreven. Rita gekeken en daarna had ik Connie en Clyde. Dus dat was verder de avond. Ik ga het zo meteen boodschappen doen. Ik ga even de stofzuiger er doorheen trekken. Dan ga ik eventjes... ja, de spullen pakken, je schoenen en zo. Het is best waaierig buiten. Het is ook best wel frisjes. Ik heb nu een jurkje aan met een maillot. En ik merk toch wel dat het fris is. Dus, maar ja. Weet je, die tijd van het jaar gaan we gewoon in. En ik vind het gezellig en ik vind het leuk. Ik ben alleen gewoon snel een koukleum. Ik ga nu even wat doen. En ik zie jullie sowieso wel weer als ik terug ben van de boodschap. Ik denk niet echt dat dat vandaag is iets waar ik jullie bij ga zetten. Mocht er nog iets komen, kan het. Maar voor nu weet ik het eventjes niet. Dus ik ga nu eerst eventjes aan de gang en dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Zo, ik ben terug van de boodschap. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Dus ik zal het er even bij pakken en jullie even neerzetten. Ja, jullie staan. Nou, even kijken. Ik zit. Ik heb allereerst even bij de Praxis deze gehaald. Want die kan ik dus ook gebruiken om mijn ophangsysteem voor mijn cv mee vast te zetten. Dus die heb ik eventjes gehaald. En ook eventjes een boordje. Want die had ik ook even nodig. Dan heb ik twee flesjes Fanta. Die was in de aanbieding. Ik heb hier mijn frietjes. Mijn kattenvoer. Mijn bonen. Ik heb bouillonblokjes. Ik wil donderdag eventjes goulash gaan maken. Dus die. Bakboter. Hier zit een paprikaatje in. Die heb ik even in een zak gestopt. En een uitje. Aardappelschijfjes, rondjes, een broccolietje, rundvleesjutje en gezeten tomaten. Vlees had ik nog voor de koelers, dus dat heb ik niet hoeven kopen. Bij Lidl heb ik een pakje melk gehaald. Bij de Welkoop had ik eventjes kattengrit gehaald en toen kreeg ik deze nog voor dierendag. Die had ik nog gewonnen, dus dat is nog kattenvoer. Ook wel fijn. Scheerschuim. Het zachte voer voor de katten. En de champignons, die moeten ook in de koeler. Ik was eventjes bij de kruidvat. Daar heb ik eventjes deze scheermesjes gehaald. Die zijn er ook niet zo heel erg duur. Een pupsoepje. Bij Zeeman heb ik even staalwol, zeepsponsjes gehaald. En handdoekhaakjes, want die van mij die waren kapot. En dat was eigenlijk alles. Ik ga dit mooi eventjes opruimen. Dan ga ik even relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten maken. Ik heb hier trouwens het dingetje van de... ja, van dat sleuteltje. Maar ik had hem al even losgemaakt. Ik wilde natuurlijk even kijken of ik de goede had gekocht. Dan heb ik vanavond weer de handhavers
Neem ik even weer. Ik weet nog niet of ik het opneem. Dat adem in, adem uit. Kan ik ook op Netflix kijken. Ga ik de, sowieso wel eventjes nog nieuw Amsterdam opnemen. Want ik ben die andere afleveringen nog aan het binnenhalen. Dan ga ik vier handen op één buik even kijken. En dan ga ik vanavond weer de foto's bewerken en de vlog afmaken. En heb ik Rita en Connie en Clyde. Dus dat wordt verder de avond. Niet heel bijzonder. Wel even de nagellak weer opnieuw doen. Want die is heel lelijk geworden. Dus altijd. Dus ja, dat is eigenlijk de planning. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!